Never Clevertjes, en welkom terug bij een nieuwe vlog van Never Clever. Ja, ik ben nu even terug. Ik heb het heel erg druk gehad dit jaar. In ieder geval, jullie weten dat ik al heel lang niet meer heb gevlogd. Al een hele tijd niet meer. En ik ben nog lang niet weg. Ik ben ook nog lang niet gestopt. Het heeft gewoon, er is gewoon heel veel tussen gekomen momenteel. Jullie weten dat ik een vrouwtje heb. Ik ben in de jaren 2022... ben ik ook getrouwd geweest. Dat, ja, die vlog die moet ook nog komen. Dat is eigenlijk al in augustus. Is dat al gebeurd? Daar kan ik jullie nu een klein stukje van laten zien. Want dat is eigenlijk wel leuk. Daar komt ie. Stukjes, ja, van de trouwerij, gewoon gezellig, die krijgen jullie ook nog te zien, sowieso dat was in de zomer. Maar ik wil jullie gewoon even laten weten, even op de hoogte houden, dat ik zeker niet weg ben en ook zeker niet ben gestopt. We zijn in die tijd dat ik en mijn vrouwtje samen zijn, hebben we ook nog eventjes gekeken naar een huisje. Dat heeft ook nog lang geduurd, daar hebben we veel van moeten doen en alles erom en eraan. We hebben samen een huisje gekocht, we mogen het nu, donderdag, mogen wij gaan tekenen voor het huisje, dus daar zijn we ook heel erg blij mee. En ja, zodoende, zo boek ik toch vooruitgang, dus ja, die vlog krijgen jullie ook nog een keer te zien, als we in het huisje zitten natuurlijk, en hoe of wat. Ik laat het jullie allemaal zien, maar ja, dat is er eigenlijk allemaal gebeurd. Ik ben geslaagd voor mijn motorrijbewijs, ik ben getrouwd, ik heb een leuke vrouw gevonden, we hebben samen een huisje gekocht, dus ja, er zijn alleen maar positieve dingen gebeurd in die tussentijd. En vandaar dat ik gewoon even weg ben geweest. Eventjes alles op een rijtje heb moeten zetten. En alles een klein beetje moest verwerken, om het zo maar te zeggen. Maar nogmaals, ik ben zeker niet weg. Ook Kerstmis is er nu aangekomen. En we hebben het allemaal, hoop ik, leuk gehad. Ik in ieder geval wel. Ik heb lekker gegeten bij de ouders van mijn vrouwtje. En ook bij mijn eigen ouders natuurlijk. Heb ik ook super lekker gegeten. Dus ja, ik heb me zeker niet verveeld, om het zo maar te zeggen. En ik hoop jullie ook niet. Ik hoop dat jullie ook zeker naar jullie zin hebben gehad. En dat jullie dit jaar de vingertjes eraan houden. Want nieuwjaar komt er ook aan. Dat is nu zaterdag, als ik me niet vergis. Wie. Oh ja, fijne reis. Ja. En dus zodoende eigenlijk. En ik hoop dat jullie vingertjes natuurlijk eraan blijven houden. Want ja, dat is niet leuk als je die pang eraf knalt. Ping, pang, ping. Snap je? Ik heb ook nog altijd veel commentaar gekregen. En dat vind ik ook leuk. Van hij kiept om. Niet leuk. Dus als iemand mij kende of als ik ergens was, dan kreeg ik te horen van: hey, ben jij niet die gast van hij kiept om, niet leuk? En dan, ja, dat klopt inderdaad. Dus dan willen ze vaak met mij op een selfie. Ik vind het echt super leuk dat mensen met mij op een selfie met... Ja, snap je? Selfie, leuk. Leuke selfie. En niet leuk. En ja, leuk. Maar ik vind het echt leuk dat mensen met mij op de selfie willen. En ja, zo doen eigenlijk. Maar dat wou ik jullie ook even laten weten. Dat ik zeker niet weg ben. En ja, getrouwerij, dat was echt geweldig. Aan de Maas. Was super tof. Even mijn sigaretje weggooien. Super tof. Lekker aan de Maas hebben gezeten. Kampvuurtje erbij gehad. Muziek erbij gehad. Drinken erbij gehad, bier, dat was echt iets van 30 graden of zo. Dus ja, het is een korte vlog. En zo wil ik het eigenlijk ook gewoon gaan afsluiten, want ik heb niet verder iets te zeggen. Ik hoop dat jullie een heel goed nieuwjaar tegemoet gaan komen. Ik wil jullie ook zeker de beste wensen gaan wensen voor 2023. En dan hoop ik dat jullie gewoon genieten. Dus ik zou zeggen, dames en heren, blijf vooral kijken, blijf vooral genieten.
En we zien ons sowieso in 2023. Daar komen er weer leuke vlogs aan. En nogmaals, ik ben niet weg. Ik hoop jullie ook niet. Maar ja, wie ben ik om jullie tegen te houden? En we gaan gewoon leuke dingen doen. Ik ga vloggen hoe ik het huisje ga opknappen. Wat voor huisje ik heb gekocht. Wij hebben gekocht. Dus zodoende. Blijf vooral kijken. Blijf vooral genieten. Ik moet nog eventjes wennen aan het vloggen natuurlijk. Want het is alweer een tijdje geleden dat ik heb gevlogd. Dus zodoende. Ik ben nog altijd gestopt met blowen. Ik heb geen jointje meer aangeraakt. Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Ja, het klinkt misschien heel raar, maar daar ben ik de politie ook dankbaar voor. De politie is ontslagen. In ieder geval 9 mensen zijn ontslagen. Waarvan er 4 of 3 misschien over zijn geplaatst. En die anderen zijn ontslagen. Ik heb ook nergens meer last van. Dat zeg ik heel eerlijk. En nogmaals, wij doen ook niet veel gekke dingen waarvan ik zeg. Of anderen van zeggen van, oh dat is gek. Om een biertje drinken naar een kampvuur maken. Toen op die tijd nog blowen. Maar voor de rest doen we geen gekke dingen. En sinds dat die ontslagen zijn heb ik ook nergens meer last van. Dat meen ik echt serieus. En de politieagenten die ik spreek, die spreken mij ook gewoon normaal aan. En die doen nog geen gekke dingen of zo. Of ja, dus dan moet ik zeggen, het gaat allemaal de goede kant op. Daar ben ik echt serieus. Daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik ben blij dat ik dit vrouwtje heb leren kennen. En zo doen we eigenlijk. Ik hoop dat jullie blijven kijken. Blijf vooral genieten. Ik praat heel veel. Maar dat wil ik jullie even laten weten. Wij zien ons. Nogmaals, een hele goede 2023 gewenst voor jullie allemaal. En we zien ons in 2023. Zien we ons gewoon vanzelf terug. En dan gaan we gewoon weer mooie video's maken. En dan pak ik het wel weer op. Dus ja, ik ben niet weg, maar dit heeft gewoon even tijd gekost. En nogmaals, ik kom gewoon weer terug zoals ik altijd was. Mensen, blijf gewoon genieten en we zien ons eerstdaags alweer. Nooit te zijn, heel erg. Lekker, kijk dat zijn ze niet vergeten hè. Dus water en snap je, later man. Ha 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 ha!